De vakbeweging vindt de huidige aanpassingen op de BTW te zwaar en wil dat er veranderingen daarin komen. Vanuit de vakcentrale C47 is er een schrijven gericht naar de regering voor het aanhouden van de aanpassingen of in te gaan op de voorstellen, maar het antwoord daarop is uitgebleven. C47-voorzitter Robbie Berensteijs zei vandaag op een persconferentie dat aan de regering een ultimatum is gesteld tot eind van de maand september, anders komen er acties. Dus zou je als regering, evenals je dat hebt gedaan, toen, die bepaling, die teken op je parlement, of tenminste goed gedoord in het parlement, dus naar voren uit. Kogolukutrasan. Ja. Laten we naar andere dingen gaan kijken en verspreid die druk op een rechtvaardige manier. Het schrijven dat we naar de regering hebben gestuurd is u bekend. We hebben ze gezegd van jere, if you don't do that, dan heb ik geen actie. Ja, en we zijn natuurlijk in afwachting van een reply van de regering op ons schrijven. Dat dacht ik woensdag is verzonden en it's up to them. De voorzitter geeft aan dat de doorvoering van de wetsaanpassing verregaande gevolgen zal hebben voor levensonderhoud in het dagelijks leven. De regering heeft het zelf in de hand hoe zaken zich verder ontwikkelen. Omdat men bepaalde groepen niet wil aanslaan wat de belasting betreft, dan kiest men voor de weg van de minste weerstand. Ja, toch? Dus steeds komt die druk op die werkende klasse. Toch? We hebben sinds Achaiber zien, sinds de gesprekken over het herstelplan, hebben we voorstellen gedaan van Goluku aan goudsector met name. En niet alleen de kleine goudbedrijven, maar de biggie one. Belofte van minister Aangeijbers hier toe, van jou gaan ze auditen en zo. Volgens Berestein zal het akkoord dat de veiligheidsbonden met de regering hebben bereikt niets voorstellen als de effecten van de BTW-aanpassing zich voltrekken. Vooral de verhoging van BTW op brandstof zal doorwerken in alle sectoren.